Hey, hallo. Hier. Goedemiddag, welkom op Knarland. De stemming is goed, Rita heeft er zin in en stapt kordaat uit de boot. Tja, en Gerard, doe maar jongen, je kunt het. Nou, we zijn er. Gasvrij Randmeer, hoe lang bestaat dat inmiddels? Als coöperatie zijn we bij de notaris opgericht in 2013. Maar de samenwerking tussen al die gemeentes die dateert echt al van eind vorige eeuw. In 1999, 2000 waren de gemeentes al samen bezig. Maar het is een bijzondere constructie. Alle gemeentes rondom dat Randmeer doen mee in Gasvrij Randmeer. Ja, ja. En wie heeft dat voor elkaar gekregen? Want meestal liggen die gemeentes, ja, de een wil dit, de ander wil dat. Ja, nou, er zijn meestal twee manieren waarop mensen bij elkaar komen. Dat is omdat er een groot probleem is of omdat er heel veel geld is waarmee je wat kan doen. In dit geval een heel groot probleem. In de jaren 80 en 90, toen ik jong was, kan ik me nog herinneren, toen had je hier die echte blauwe, die vieze groene algensoep. Het water was echt helemaal vervuild en dat was echt het grote probleem van het hele gebied. En daar zijn ze toen echt gaan samenwerken. En toen is uiteindelijk ook een heel groot programma gekomen met heel veel geld vanuit ministeries, vanuit de provincies. En die gemeentes ook samen om dat probleem op te lossen. En dat is uiteindelijk ook gelukt, want we hebben net gevaren. Het water was mooi schoon. Je kunt er nu echt mooi recreëren, maar dat kon in die tijd niet meer. Nou, en wat ik uit die tijd weet, is dat die eilanden eigenlijk vooral voor de natuur waren. Verder geen recreatie. Ik was er niet bij natuurlijk, maar de eilanden zijn aangelegd met het zand uit de vaargeul. De vaargeul is gegraven en daarmee zijn de eilanden voor een groot deel weer aangelegd. Er zijn ook met Europese subsidie havenkommen aangelegd in de eilanden. Dus ze waren wel ook voor recreatie. En het is altijd heel moeilijk om daar geld voor te vinden om ze goed onderhouden te houden. En daar hebben wij de afgelopen 5 jaar weer heel veel in gedaan. Het zijn maar liefst 15 gemeentes die met elkaar samenwerken in Gasvrije Randmeren. Hand in hand voor een aantrekkelijk gebied. En dat lijkt te lukken. Want eilandhop op de Randmeren wint aan populariteit. Nou, ik ben blij te horen dat eilandhop populairder wordt. Want we hebben hier in de Randmeren echt wel 15. Dus ja, het kan echt. Alleen het is ook, denk ik, in Nederland nog nieuw. Mensen zijn natuurlijk niet gewend dat het heel lang achter elkaar mooi weer is. Heel vaak is het natuurlijk hoogstens een week mooi weer. Dus dan denk je niet om op lange termijn op het water te zitten. Maar nu zie je dat die dagrecreatie sinds corona natuurlijk heel groot geworden. En dan kan je natuurlijk ook gaan eilandhoppen als je dan s'nachts maar een overnachtingsplek hebt. Want niet iedere boot kan je op overnachten. Ja, maar op een terrasje zitten en een biertje of een wijntje. Ja, maar dat eilandhoppen is natuurlijk dat je naar het eiland toe gaat en weer weggaat om even aan de kant, hè, daar waar al het mooie, al die horeca zit, om daar dan weer even van de horeca te genieten. En dan ga je daarna weer terug naar het eiland, want dan ga je daar weer suppen of zwemmen. Het is echt een uitwisseling tussen de eilanden en het vasteland. Ja. Ja, dat is het unieke aan de Randmeren. Hier heb je echt de uitwisseling tussen de eilanden en het vasteland. Want het ligt heel dicht bij elkaar. Eten en drinken dus op het vasteland en dan ontspannen op de eilanden en het water. Onverwachts leuk dat eilandhoppen. Morgen bezoekt Gerard de Biezen in het Wolderwijd.